Het volgende boek. Het volgende boek is het boek Kenau van Tessa de Loon. Ik vind het een heel tof boek. Omdat één, vind ik Kenau echt een geweldige dame. Ik ben benieuwd hoe ze echt was, maar in dit boek vind ik haar fantastisch. Twee, is het een tijd uit de Nederlandse geschiedenis die ik ook heel fascinerend vind. Het speelt zich namelijk af rond de 80-jarige oorlog. Ik ga jullie eerst wat vertellen over Kenau. Wat weten we nou van Kenau? We kennen de term, misschien niet, misschien wel, maar de term Kenau kennen we vooral als een vrouw die van zich afbijt. Een felle tante, een vrouw met haar op de tanden. Het is niet altijd een positieve term, ten onrechte. Kenau heeft dus bestaan. We weten ook wanneer zij heeft bestaan. We weten precies wanneer ze geboren is en wanneer ze gestorven is. We weten dat ze getrouwd is geweest. We weten dat ze een houtzagerij heeft gehad en dat ze ook een rederij heeft gehad. We weten dat ze twee dochters heeft gehad. Maar wat haar werkelijke rol was tijdens de bezetting of tijdens de verdediging van Haarlem, dat weten we niet. Wat heeft Tessa de Loon nou gedaan? Tessa de Loon heeft daar een invulling aan gegeven. Dus die heeft eigenlijk gedacht, wie zou het karakter Kenau kunnen zijn geweest? Wat we weten is dat het een felle tante was, een vrouw die zich niet liet piepelen. En daar is Tessa de Loon mee aan de haal gegaan. En heeft een heel geloofwaardig karakter neergezet, naar mijn idee. Het verhaal, het boek. Het begint rondom de beeldenstorm. Een van de dochters van Kenau speelt daar een rol in. En dan hebben we het dus over 1566. Dat loopt niet zo goed af, maar daardoor kunnen we al wel een beetje zien wie Kenau is en wat haar invloed is. En Kenau is invloedrijk, zeker. Zij speelt echt wel een rol en ze heeft behoorlijk wat aanzien in Haarlem. De stad waar ze dus vandaan komt. Dan loopt het langzaamaan naar 1572. En 1572 is de bezetting van Haarlem. De Spanjaarden omsingelen dan Haarlem, zoals ze dat eerder hebben gedaan bij Leiden. Ze omsingelen Haarlem en Haarlem, ze bezetten Haarlem. En Kenau speelt hier een rol in dit verhaal. En echt wat voor een, met verve zou ik willen zeggen. Ik vind dit een te gek boek, omdat het dus gaat over een tijdsbestek in de Nederlandse geschiedenis die ik heel interessant vind. Ten tweede, ja, het is echt een topmens als ze echt zo was zoals Tessa de Loder heeft beschreven. Dit boek, net als het vorige boek, is ook verfilmd. Dus mocht je nou volgend jaar inderdaad een boek-filmvergelijking weer moeten doen, denk aan dit boek. Dit is echt een te gek boek. En wat het ook leuk is, er is ook een jeugdliteratuurboek geschreven vanuit het perspectief van een van haar dochters. Dus mocht je nou denken, nou, die wil ik ook nog wel lezen, pak die even mee voor de zomer. Dan heb je de hele geschiedenis van Kenau Simons dochter Haslaar te pakken. Of in ieder geval wie wij denken dat ze was. Dus Kenau van Tessa de Loon.